Het is the day after. De dag waarop Politiek Den Haag weet hoe de verhoudingen liggen. Maar hoe kijken de kiezers zelf terug op verkiezingsavond? Ik zeg perfect. Ik hoop dat ze nu eens een keertje gaan luisteren naar de Nederlandse stem. Verrassend, maar wel terecht denk ik dat we nu naar een andere kant van de samenleving gaan kijken. Nou, ik vind het eigenlijk de afschaffing van wat ze allemaal de laatste jaren gedaan hebben. Want tot nu toe worden we alleen maar afgestraft. Hoe harder we werken, hoe minder geld we overhouden. Dus ik hoop dat de PVV er wat aan kan doen. Want de PVV heeft na een historische zege de touwtjes in handen. Een zege die niet meer in gevaar komt, ondanks dat er nog druk wordt geteld in alle gemeentes. Zo ook in Naaldwijk bij Sporthal De Peil. De stembussen die zijn gisteravond hier naartoe gebracht van de stembureaus. Die zijn vanochtend is deze ploeg collega's begonnen met het tellen van de stemmen. Dus de stembussen worden geopend, de stemmen worden eruit gehaald, gesorteerd en geteld op kandidaat. En daar hebben we dus 16 telteams voor ingezet. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Dus, ja, ik denk dat de mensen heel goed hebben laten horen wie ze willen, ja, wie ze in het kabinet willen. Ja, want zijn het er veel? Het zijn er veel en een hoop dezelfde. Dus, ja, dat is wel opvallend. Boven, ja, daar zit het zogenaamde OSV-invoerteam. En zij gaan dus de uitslag die wordt genoteerd in het procesverbaal. Dat wordt ingevoerd in een computerprogramma. Zodat we de optelling kunnen maken van alle 55 stembureaus. En zo hebben we dus een totaaluitslag. Binnen wordt dus nog druk geteld op welke kandidaat er is gestemd. Buiten lopen wij onze zuiderburen tegen het lijf. Collega's uit België hier op straat, wat doen jullie hier? Wel, we zijn al een paar dagen in Nederland voor de verkiezingen. Ja, en vandaag komen we hier naar Westland om te kijken waarom er zoveel op PVV gestemd is. Waarom Westland? Waarom zijn jullie in het Westland vandaag? Wel, we waren eigenlijk gisteravond nog in Enschede bij Pieter Omtzigt. En we waren ook van plan om daar reportages te maken over zijn partij. Maar ja, we zagen die score van PVV en dan dachten we moeten ergens anders naartoe. En Westland is blijkbaar een conservatief bolwerk. Met een goede score voor PVV, vorige keer nog VVD en Forum. En daarom zijn we hier om mensen te interviewen. Maar hoe kijken de Belgen naar deze verkiezingsuitslag? Wel, we zijn altijd een beetje benieuwd wat Nederland doet, omdat Nederland vaak voorloopt op onze politiek. En ja, we hebben toch ook wel met verbazing gekeken. Ik denk, zoals veel Nederlanders gisteren, op die topscore van PVV gisteren, 37 zetels zijn het nu. En van België terug naar Nederland, want hoe zien mensen op straat de toekomst tegemoet? Nou, mijn partij heeft ook winst gemaakt, dus dan ben ik altijd tevreden om. En als je daar nog mee gaat regeren, dan hopen we dat het goed gaat. En ik hoop dat alle partijen nu samen gaan werken om iets voor elkaar te krijgen voor Nederland. Ik ben absoluut niet tegen buitenlanders. Echt niet. Maar ik vind wel, jullie kunnen niet in mijn portemonnee kijken. Ik wel. En ik denk dat er echt wat aan gedaan moet worden. Wij werken gewoon allemaal hard. En ik denk dat dat eens een keertje beloond moet worden.